Ik ben Marco van Schaik en ik werk voor STOA aan water en energie. Nederland heeft een enorme uitdaging om de hele gebouwde omgeving aardgasvrij te verwarmen. En TEO, thermische energie uit oppervlaktewater, is een van de oplossingen. Nederland heeft ook een grote uitdaging om de waterkwaliteit flink te verbeteren. En fosfor is een van de belangrijkste probleemstoffen. De verwachting is nu dat er de komende jaren honderden TEO-installaties gebouwd gaan worden. Kunnen die ons ook helpen om de waterkwaliteit te verbeteren? We zijn hier in de technische ruimte van een TEO-installatie waarmee 380 woningen duurzaam verwarmd worden. In de zomer wordt oppervlaktewater door het filter en een warmtewisselaar geleid, wat vervolgens met een lagere temperatuur teruggeloosd wordt in het oppervlaktewater. Het zou prachtig zijn als we hier iets kunnen inbouwen waarmee tegelijkertijd fosfor uit het water wordt gehaald. We staan hier aan het Spaarne, een grote watergang die dwars door Haarlem stroomt en waarmee duizenden woningen duurzaam verwarmd kunnen worden. Daarvoor moet dan wel jaarlijks een groot watervolume door een TEO-installatie. Als we daarmee een groot deel van het fosfor kunnen wegvangen, is dat een enorme kans. Heb jij een idee hoe we dit in praktijk kunnen brengen? Doe dan mee aan de challenge op winnovatie.nl en stuur je idee in voor 8 juni.